als je dacht dat radicale islamieten als enige wereldvreemd zijn, dan heb je het mis. Want de achterlijke cultuur is dichterbij dan je denkt. Neem nou de SGP. Fractievoorzitter Van der Staaij mocht van zijn achterban niet zoenen met Kamervoorzitter Ariep. Vanwege haar Marokkaanse achtergrond. Koekoek. Wat ik nou te horen krijg is dat jullie achterban boos is omdat Van der Staaij met de Marokkaanse voorzitter gezoend zou hebben. Nou, nee. Nou ja, dat is wat zeg. Ja, nee, geen idee. Dat doe je toch niet? Dat is een Marokkaan, hè? Er zijn allerlei mooie begroetings- en felicitatierituelen. En ik kijk elke keer weer wat daar het beste past. Dan kunnen we het hebben over moslims die raar gedrag vertonen. Maar die achterban van jou die is helemaal niet goed, Snik. Nee, maar dat wist je al. Hij is vrij om te zoenen of niet te zoenen. Dat is echt aan hem. Maar heeft u gehoord dat de achterban dat vond? Nou, dat heb ik niet gehoord. Dat hoor ik van u. En wat vindt u daarvan? Niemand is verplicht om te zoenen, gelukkig. Voedt die achterban op, hè? Zeker. Oh, boom. Ja, gaat goed. En het tweede voorbeeld, oh, Dominique. Goeie SGP. Ja. Maar het tweede voorbeeld van die achterlijke cultuur, die ik dan de SGP noem, die ligt in jouw geboortedorp, of nou, dorp waar nee, je bent opgegroeid. Ik ben geboren in Rotterdam. Ja, dat moet er gezegd worden. Daar ben je opgegroeid in Krimpen aan den IJssel. Ja. En daar was iets met een brug. Vertel even kort. Nou, dat is een dorp wat geleid wordt door SGP'ers. Tenminste, dat is de grootste partij daar. En Krimpen aan den IJssel is eigenlijk alleen bereikbaar via een brug. Dat is al sinds mensenheugen is een bottleneck. Eén baan in, één baan uit. En dat ding is nu zo oud dat het voor groot onderhoud moet worden opgeknapt. Dan zou je zeggen, dat doe je in het weekend. Dat klopt, zouden wij zeggen in Amsterdam. Waar het niet dat je in de Bijbel belt, dan zegt dat gaat ten koste van de zondagsrust. Dus nu gaat die brug voor een week op slot. En dat gaat van de zomer gebeuren. Met als gevolg dat iedereen 30 kilometer moet omrijden. En met name voor het bedrijfsleven. Dat is natuurlijk een enorme kostenpost. En dan hebben we het hier dus gewoon over een paar rally-gekkies die er tegenhouden. Al jarenlang. Er is geen metro naar Krimpen aan den IJssel gekomen vanwege de rally-gekkies. Nou, ik was er met gevaar voor eigen leven in Krimp. De brug moet gerepareerd worden. En dat gebeurt dan door de week en niet in het weekend. Klopt. De keuze was of een hele week afsluiten of vier weekendafsluitingen. Toen is er gekozen voor een hele week afsluiting. Ik vraag ook altijd om respect voor de andersdenkenden. En dat het 2016 is. En dat het 2016 is. Hoe belangrijk vindt u de zondagrust? Dag meneer. Heel belangrijk. Ja, waarom? Waarom? Ja, waarom? Gewoon heel belangrijk. Jij vindt het persoonlijk ook heel belangrijk dat die brug niet op zondag wordt gerepareerd? Ja, voor mezelf vind ik het wel belangrijk, ja. En waarom? Nou, omdat de dag des Heren voor ons heilig is. Dus je hebt 6 dagen om te arbeiden en 7 dagen is de rust. Heb je meegekregen van boven? Heeft u meegekregen van boven? Iedereen. Ik niet hoor. Dat is jammer dan. Ja, dan mag u er toch wel eens om gaan denken. Belachelijk. Alleen maar om 2 kerkdiensten niet op de zondag te kunnen houden. En te verplaatsen naar elders. Belachelijk. Want de ondernemers lopen daardoor een hoop geld mis hier? Dat zegt men, ja, inderdaad. Ik kan me wel voorstellen ook. Ze mogen boos zijn op mij, maar ja. U komt daar gewoon vooruit? Ja, ik kom daar zeker vooruit, ja. Dat u niet van deze tijd bent? Nou, misschien niet, nee. Ik denk, ja. Ik denk ook wel dat er meer is na dit 2016. Dus ja. U bedoelt ook na het leven, toch? Ja, denk ik ook, ja. Dat... Dus eigenlijk zit u meer daarop te wachten dan wat u nu aan het doen bent? Ja, denk het wel, ja. Ja. Het wordt alleen maar beter. Ik hoop het wel, ja. Ja. En een hoop rust ook daarna? Dat hoop ik wel, ja. Ja, zeker. En ook geen bruggen meer wat dan opspeelt? Of, nee, nou ja, ik hou het hierbij, jongen en heren. Tot ziens. Want dan hebben we het wel eens over het islam, hè? Wat dan uit een achterlijke cultuur. Daar hebben we het dan ook maar dit is er ook eentje, hoor, hier in Krimpen. Dat zijn jouw waarden. En zo kennen we jou in Nederland. Dat mag je ook zeggen, want het is jouw goed recht. Toch? Dan zien we ook wel ineens het ware gezicht van Krimpen, namelijk dat kerk en staat hier niet gescheiden zijn. Dat is echt SGP. Duidelijk. Dat zegt u niet met enthousiasme? Bepaald niet, nee. De oude tijden die herleven hier weer. Thierry, jij top. Bent top, hè? Vind jij dit? Ja, ja, om allerlei redenen. Ik bedoel, het zijn gewoon mensen waar je gewoon van houdt. Die kun je meteen je boodschappen... Het is een beetje, nou, als je mensen kun je vertrouwen. Ja. Maar ook, dan moet je aan die 26.000 inwoners van Krimpen aan den IJssel moet je gaan uitleggen dat die straks 30 kilometer moeten omrijden voor een hele week. Omdat er een paar mensen naar de kerk toe moeten. Echt, economisme is een van de grote problemen. Maar jij meet met... Jij bent een echt gekke man.